Even winkeltjes kijken. Ja? Ja. Ik wil in ieder geval. Wil je nog naar Skechers? Oh ja. Ja? Kan ik nog nooit meenemen. Dat is waar. Dan gooi je deze fiets gelijk weg als ze deze nog hebben. Echt? Weggooien zelfs. Als ze deze, precies deze hebben, dan die hebben ze niet meer. Gaat het niet weggooien, deze kan je toch gewoon meenemen. Kijk, ik heb zelfs koffie opgespeeld. Daar zie je echt niks van. Ik denk dat het echt gedaan is met dit modelletje. Ja, is het echt? Ja. Wat voor schoenen ga je dan willen? Ik vind het echt heel... Ik vind het echt chill. Jammer, schat. Ja, maakt niet uit. Komt wel weer. Komt wel weer. Dat is waar. Oké, nou volgende dan maar, hè? Wat is het volgende? Ja, maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Favoriete chipsmerk. Hier zie ik bijvoorbeeld zomertroffels staan. Nou, die hebben we natuurlijk op. Maar ze hebben dus ook zilveruitjes. En frits mayonaise. Oh. Pizza smaak. Oh. Moet eigenlijk wel weer een chipje meenemen, hè? Ja. Lekker hoor. Wil je nog even naar de dampshop? Ja, zeker. Even een vapertje halen? Ja, lekker. Vind je er nou van die vapes? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk zelfs. Ja, waarom zou je dat niet doen? Ja. Vooral als je niet rookt bijvoorbeeld, dat je dan wel gaat vapen, snap je? Ik heb nooit begrepen, als je niet rookt, als je dan gaat roken als je nog, zeg maar, clean bent. Volwassen leeftijd hebt. Ja. Jij wil naar een museum. Het is warm ineens trouwens. Ja. Ik denk, moest een jakka van jou aandoen. Ja, maar ja, het werd ook niet zo heel warm, maar nu is het ineens warm. Ik kan er ook niks aan doen, meid. Dawson Creek? En ik heb Dawson hier. Jeetje, nou, dat wil je ook niet. Hij lijkt er wel op, hè? Hij lijkt wel echt serieus, hoor. Ja, lijkt er wel op. Nee, het is hem ook. Dat is Harrison Ford. Want solo speelde die ook, inderdaad. Nee, is wel leuk. Ja, die is leuk. Die is heel grappig. Wat is dat? De Oogie Boogie Man. Wat is dat dan? Welke? Nightmare for Christmas. Kijk, schat, nog meer Lounge Fly. We zien het alleen maar online, hè. Hey, dit is Rami. Ja, maar als ik dit op heb, dan lijkt het gewoon heel klein. Zal ik even opdoen dan? Kan niet. Ik ga het dan zo achter me halen. Ja, het is wel heel klein, ja. Maar hey, kijk, die ken ik. Ja, die ken je, van het internet. Van het internet. Waren de loungefly-tassen in het echt gezien, schat? Ja, dat is echt ervaring. Vond je van? Ja, leuk. Ja. Dat is ook wel een mooie kwaliteit, hè? Ja, het is wel een mooie kwaliteit. Er zit hier ook nog een Flying Tiger. Er zijn er twee hier. Je wil een loungefly'tje hebben? Nee, ik vind niks mooi. Ik vind dit soort dingen dus altijd een beetje vergaande glorie. Zonde, hè, dat ze het zo leeg laten staan. Want het is best wel mooi op zich. Het is een grote duur om te huren hier. Ja, denk ik, want als je kijkt, bijvoorbeeld dit, het ziet er best mooi uit. Maar het ziet allemaal een beetje van die zaken in dat je denkt, ja, moet je ermee? Mijn Kors bijvoorbeeld. Nou ja. Is dat een dure zak? Ja, het is wel duur, maar ja. Dat is een beetje... Maar het past niet. Het past niet helemaal bij dit, toch, weer dan? Zullen we even wat drinken ergens of zo? Beetje dorst. Zo, als ze dat hoort, dan gaat ze gelijk, hè? Voor mensen die van Pokémon houden, zijn er wel heel veel uitverkocht, zo te zien. Kijk, hè? Die nieuwe edities zijn er niet meer. Weet je nog die Mega vorig jaar verzameld, of die 2 jaar geleden al? Ja, Pokémon Go, Booster Pack. Ze hebben dus ook deze, hè? Dit is die Evolutions. Dat zijn die oude in een nieuw jasje. Ik dacht, oh, als ze die hebben, ze wel leuk, maar ja. Die hebben ze niet meer. Die hebben ze niet meer. Wat zijn Pokémon Go dan? Nou, dat is het spel, toch? Op je telefoon. Maar grappig, hè? Kleine confession, ik hou dus helemaal niet van Pokémon, heb ik al vaker denk ik gezegd. Ook ik spaar nooit... er wel Pokémon kaarten. Maar ik heb ze dus heel wat jaartjes geleden heb ik ze gewoon bij de kringloop gedumpt. Echt, ja? Ja, want toen was het echt nog niks waard. Ja, dat had je echt moeten bewaren, meid. Nee, maar dat waren dat ze netjes dingen... of niet? Ja, wel, ik had ze al mijn mapjes en zo, want ik was wel een beetje neurderig. Maar ik heb daar verder geen spijt van of zo. Okay. Dat soort dingen weet je toch nooit van tevoren. Zo. We gaan even wat eten, jongens. We gaan even wat eten. Wacht, ben je aan het doen? Foto maken. Ah, zo. Je dacht dat je die foto van die van het daar buiten ging maken, joh. Zo? Dat wilde ik eigenlijk ook, maar ik vind het echt niet zo. Ja. Goed, we gaan een pizzaatje eten. Een slice pizza. Heel benieuwd naar trouwens. Ben je ook benieuwd? Ja, zeker. Zag er en ruikt lekker. Ruikt hier heerlijk. Leuk plekje ook wel trouwens. Leuk logootje ook trouwens. Ja hoor, vind je? Nee, maar ja, gewoon omdat je vanochtend niet zo lekker ging.
Ja, het gaat nu weer wel. Ja? Ik vind het wel gezellig. Top, dankjewel. Lekker. Dank je. Smakelijk. Dank je. Dat is wel grappig, hoor. Dat is ook even geprobeerd. Oh, ze zit inderdaad een dunne bodem. Hallo. Lekker. Ja, lekker, hè? Heel lekker, dit. Die pepperoni is heel lekker ook. Ik vind het wel echt, het ziet er ook echt goed uit. Ook die onderkant, hè? Ik heb weer een troepje, hoor. Je hebt een troepje, hè? Laat zien. Ja, hij is ingepakt, liefje. Oh, helemaal ingepakt? Ja. Oh, nou ja, dan wordt het weer later. Kijk, hè? Oh, nee, lukken. Het is echt iets voor Guylaine om te kopen. En waarom koop je dit, schat? Ja, ik vind het gewoon prachtig. Oh, omdat je hem humor vindt, toch? Ja, kijk hoe lelijk die kop is. Dan is het streep. Nou. Ja, maar dan oranje. Ja. Hier de ruien, schat. Vandaag geen tickets meer. Maar dat is wel echt een aanrader. Ja, dat was wel echt cool, hè? Ja. Dat is wel echt cool, maar ik zou het niet de tweede keer nee, doen. Ik ook niet. Dan heb je het ook alweer gezien. Ja, wil jij nog wel een stepje opsteppen? Oh. Of heb je zoiets van... Zo bedoel je. Dan gaat het mas. Wil je naar het mas even nog? Ja hoor. Ja? Altijd dezelfde dingen af, hè? In Antwerpen. Ja, maar het is toch ook gewoon... Hoe vaak zie je dat nou? Dat heb ik nu in totaal 4-5 keer gezien in mijn leven. Dat is nog niet veel. Nou, je kreeg net een tip. Ja, het chocolademuseum. Wij zaten zo te klagen van je krijgt niet eens chocolade. Maar nu zegt iemand ja, dat je onbeperkt chocolade kan proeven. Dus daar kunnen we morgen even heen dan misschien? Ja, kan. Toch? Ja, ja. We zijn toch nog morgen. En morgen wordt volgens mij niet heel mooi weer. Dus mocht je vaker video's in Antwerpen hebben gezien, dan heb je in principe alles al gezien wat we gaan doen. Behalve morgen. Namelijk chocolade proberen. Slimme reclame wel inderdaad, van Alice Gourmet Burger. Dat is goedkoop reclame maken, maar wel effectief. Oh ja. Hier tip on smiling, heb je hier ook nog? Ja. Inderdaad, hier heb je een zwembad. Ik denk wat dit nou precies doet op roltrappen. Is het nou echt voor je schoenen? Ik denk voor zelfbescherming. Echt? Ja. Want ik heb het nooit begrepen. Ik kom met je vingers sneller vast. Ik dacht altijd dat ik mijn schoenen erop schoon kon maken. Maar volgens mij is dat niet goed. Ik denk dat je er middenstap tussen komt met dingen. Ik weet niet dat er is om je schoenen schoon te maken. Echt niet? Nee, maar als zouden ze dat op rol trappen. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ergens klinkt het wel logisch. Maar waar tussen dan precies? Oh, die lijnen. Dat zou best goed kunnen eigenlijk. Ja, oké, dat zou dat ook wel zijn. Maar ik dacht gewoon dat ik gewoon lekker mijn schoenen zo tussen kon maken. Ik hoor niet meer als je hem aanzet. Ja, dat is erg, hè? Dus dan ben ik niet meer alert daarop. Maar een lekker uitzichtje hebben we wel, hè? Ja, prachtig. Kijk, maar kijk jongens. Zit er gewoon even op het terrasje. En de prijzen vallen nog mee. Een toeslag van €5 moet je hierop uitkijken. Ja, dat zal wel inderdaad, ja. Maar jij gaat gelijk even de alcohol, toch? Ja, ik ga voor de spa-rood. Heb je het spa-rood genomen? Nee. Mojito, toch? Mojito. Hoe mag ik dat niet zeggen? Jawel. Een virgin. Hoe beschrijft de dag eens van vandaag? Hè? Beschrijft de dag eens. Lekker winkeltjes gekeken, rustig aangedaan, geen planning gehad. Het was echt delish. Ik vind het een beetje ongemakkelijk dit schat dat je me zo filmt. En ik vind het echt heel gemakkelijk. Ga scherp op je hoofd. Wat is jouw favoriete bezigheid in Antwerpen? Even inzoomen op je neus. Ik heb niet echt een favoriete bezigheid. Nee? Nee. Je wilt toch altijd wel graag het reuzenrad doen hier, toch? Ja, reuzenrad vind ik altijd wel leuk, maar hij was net weg, helaas. Helaas. Het is gewoon wel relaxed, toch even rondwandelen. We hebben trouwens best mooi weer, want ik dacht dat het de hele tijd geen regen en koud zou zijn, maar nu is het echt heerlijk. Dat is fantastisch. Ja. Je bent echt te warm gekleed, helemaal in blak. En wat is dit dan? Ja, zelfs dit is zwart, maar. Geel. Geel. En deze komt uit Antwerpen, toevallig. Voor zijn Levi's, toch? Ja, het is Levi's, ja. Komt uit maar Amerika. Maar komt niet uit Antwerpen, hoor. Waarschijnlijk uit China of zo. Ja. Maar ik heb hem hier gekocht. Mijn moeder zegt altijd Levi's. Ja, dat zei ik vroeger ook. Ja? Ja. We begonnen met een bumpy road, maar nu is het alweer goed. Toch? Tussen ons. Hé, hey, maar moeten we even gaan nadenken waar we vanavond willen eten? Want ik weet hoe leuk is dit inzoomen? God. Huh? Maar wat is er nou? Niks. Wil je niet eten? Nou, ik hou gewoon niet zo van nadenken. Ja, dat doen we niet. Herken je dat? Ja, ik wil het ook niet, maar ik weet wel. Oh, we kunnen wel bij frituur nummer 1 gaan eten. Weet je dat we vorige keer bij
patatrestaurants of patatfrituur zijn gewoon gaan eten. Grimmige wijk was dat. Dat is gewoon hierachter. Dat slaat echt nergens. Dat is letterlijk 3 straten hier verder of zo. We zitten weer in een oude vertrouwde omgeving. En in een oude vertrouwde mood. Namelijk, we weten niet waar we willen eten. En alles wat lekker is, gaat op woensdag pas open. Maar echt hoor. Dus echt ja. Gewoon al die dingen die ja, worden aangeraden in die artikelen van 10 dagen. Die gaat op woensdag open. van 10 ja, tips. Letterlijk, ik wilde naar een tiramisu plek. Daar kon je tiramisu kopen. Het zou fucking lekker zijn. Dan ging woensdag open. Have a roll, woensdag open. Er was nog iets met koekjes of iets. Woensdag open. Alles woensdag open. Nou, ik had dus heel veel tips trouwens ook gekregen van mensen. Maar letterlijk, alles wat aangeraden. Echt alles wat aangeraden is, gaat op woensdag open. Nou, laat dat de laatste keer zijn dat we hier op dinsdag, maandag en dinsdag zijn, alsjeblieft. Anders gaan we even een saladetje choppen. Salade. Als ik één ding, Jelena, niet blij mee maak, is het salade. Jawel, ik vind een goed gevulde salade vind ik echt wel lekker. Waarom eet je het dan nooit? Waarom eet je het nooit? Kaas ja, en kip. Oké, dat zegt ze nu hè, voor de camera, maar ze eet letterlijk nooit salade. Ja, ik vind salade. Dat wel lekker. Maar, helemaal niet! Ik eet meer salade dan jij! Waar? Nou, gisteren heb ik nog salade gegeten. Maar het enige wat je doet, is sla je broek stoppen. Ja, maar alles wat wel open is, dat ziet er een beetje bleu uit. Ja, ze kunnen hier echt geen brood afbakken. Dat denk ik echt van kom op, zeg jongens. en wat jammer is, overigens. Kijk, we kunnen wel naar Wagamama. Vind je dat lekker? Zou ik best prima vinden hoor. Ik heb dus allemaal oogjes gekocht. Want ik heb het altijd al leuk gevonden. En nu zag ik ze een keer staan. Want ja, waarschijnlijk kan je het ook via AliExpress en zo allemaal krijgen. Het zal allemaal wel. Maar ik vind het gewoon grappig om oogjes op dingen te plakken. Dus ik dacht deze voor op mijn scooter. Kijk dan. Ah. Hij heeft echt zo'n mondje en zo'n oogjes. Cute. Echt? Ik ben bang alleen dat ze eraf vallen. Ja, ik ook. Dit is wel leuk. Grappig. Ah, dit is echt eng. Ik vond het wel cool. Oh, wow, dit is echt fucking eng. Dit is echt eng. Je bent zo'n cartoon. Ik krijg heel veel vragen over de nieuwe drop. We zijn bezig met een nieuwe drukkerij en het wordt helemaal sick en alles. Een dozen met een tekening van mij erop en alles. Super cool. Maar dat duurde eventjes langer, want de labels moesten nog gedrukt worden en alles duurt lang. We zijn nu samples aan het opvragen, zodat we foto's kunnen maken. En dan kunnen we eindelijk live, jongens. Daar ben ik echt heel erg enthousiast over, want we gaan ook een ander shirt uitbrengen. En nog een ander shirt. En nog meer andere items. Nu kunnen we eindelijk dingen gaan doen die we wilden gaan doen. Hey, zal ik even een nieuwe kleur shirtje doen? Is dat een beetje oké? Zeker. Ja, dat is wel lekker kleurtje, hè? Staat je goed, hè? Deze shirts zijn echt super chill. Het is niet helemaal katoen. Dus het kan een beetje zweterig zijn. Maar ze blijven wel mooi qua kleur. En in de was, ze kreuken niet zo heel erg. Wat niet alleen maar katoen is. Ja, dat vind ik zo top eigenlijk. Choppy chop. Choppy chop. Maar aan de andere kant ben ik eigenlijk wel veel van de katoen. Ik vind katoen altijd wel mooi. Maar dit, dat het niet kreukt, vind ik wel echt fijn. Want we hebben natuurlijk zo'n kleine kast. Deze best wel vaak aangeraden als ik in België was. We hebben hem ook in Nederland, zelfs in Den Haag. Maar ik vind het hele vette patat. Het was dat ik trek had, maar ik zou hier niet snel nog een keer heen gaan, ja? Nee. Nou, voor de prijs zeker 2 donuts geven. Ik vind het niet waard. Zo, echt niet. Wel, ja. Ja, maar ik vind het niet waard. Voor de prijs? €10,75 voor wat ik heb? Nee. Je hebt weer leuke prulletjes gekocht, meid. Hey. Die is ook cool. Je zag hem gisteren, nee, was het gisteren of vandaag? Ja. Vandaag, hè, ja. Het is een glazed muse. We waren echt net op tijd hier. Ik ga het even inzoomen. Oh ja, dan zie je het wel. Wow, moet je kijken, het regent echt hard. Ja, die patat vette zooi. Is niet om over naar huis schrijven. €10,75. Maar ik vond het vooral, dat vind ik vooral. Ik vind de prijs-kwaliteit verhouding is gewoon niet goed. Nee. Want de patat zelf is prima. Nee, dat was echt vet. Dat was prima. Nee, dat was echt heel vet. Nee, je zat het nou allemaal naar binnen te werken alsof het niks was. En daarna was het weet nou, ik, nou, weet ik. Ik zei het al tegen. Het was niet helemaal lekker, maar dat was allemaal naar binnen gewerkt. Ik heb tenminste nog een deel overgelaten. Ja, weet je wat het is? Ik had gewoon heel erg trek. Ja, ik had echt heel erg trek. Je moet niet iets naar binnen werken en daarna gaan zeiken, vind ik gewoon. Ja, schat, ik vond de stoofvlees lekker, maar ik vond de patat echt super vet. Ja, maar die patat was ook echt zo gelijk zompig. Ja. Wat is dat hele gedeelte daar, joh? Al die zijn het allemaal...
Wat? Daar waar we gisteren langs liepen? Nee, dat is wel interessant. Je bedoelt DPG Media? Ja. Dat is waar AD en zo onder valt. Oh. En Q-Music. Gebouw. Het zijn wel mooie gebouwen. Ja. Ja, ze hebben geld, hè? Een van de rijkste media dingen in Europa, volgens mij, DPG. Jongens, ik weet niet zeker of ik nou een roomtour heb gedaan, dus ik ga het nu even doen. Ik vind het altijd zo leuk als YouTubers dat doen aan het einde van een trip, dus dat ga ik ook zelf doen. Kijk, hier kan je wassen en dat soort dingen en even je mond schoonmaken, zoals je kan zien. Hier hebben we geslapen, best wel mooi. Kan je allemaal dingetjes ophangen. Slaapie, slaapie. Hier kan je zitten en naar buiten kijken, heb ik trouwens niet gedaan, heb ik Jelena wel gedaan. Hier kan je zitten, naar buiten kijken, heb ik ook niet gedaan. Hier kan je ook naar binnen zitten, of naar binnen zitten, binnen zitten en naar buiten kijken, heb ik ook niet gedaan. Hier heb je een tv, met een beugeltje eronder, met de arme fridge, die niet aanstaat trouwens. Dan heb je hier nog een keer het uitzicht, wat super chill is. Prullenbakkie, heerlijk. Wc'tje, top wc'tje, lekker. En dan heb je hier de douche, kijk, heerlijk de douche. We gaan even steppen. We gaan dan naar het Chocolademuseum. Ja. Yeah. En jij wil nog een zinnen, mun. Ja, ik weet niet of ik dat nog wil. Of echt niet? Of niet per se. Niet een zin. Ja, misschien wel. Die is zo ja, ik weet het, zijn echt heel lekker. Ja. Ja. Maar goed, oh, en hier hebben we de koffer liggen. Dat was wel trouwens. Ik vind dit altijd wel chill dat je die koffer zo netjes open kan leggen. Oh, weet je dat ik dat dus nooit begrepen heb dat je dat daar kan doen? Nee, ik ook niet. Oh, echt niet? Nee. Zijn we allebei zo? Dat ja, we dat niet begrepen? Ik ben natuurlijk niet zo heel erg van de wereld. We zijn allemaal foto's aan het maken met mij als cartoon eyes. Heb je die? Ik heb die. Hier. Hier ben je. Echt fucking freaky dit toch? Het ziet er echt heel freaky uit. Oh. Hier ben je ook. Het is je koffer. Ja, dat is toch eng. Het is heel eng. Het is gewoon alsof het echt in mijn ogen hoort. Toch? Ja. Ik weet niet of ik het nu op beeld heb hoor, maar... Ja, het zit goed. Dank schat. Vind je het leuk om zo'n vriend te hebben? Ja. Zeker. Ja. Maar het is echt bizar, want bij jou, ik heb denk dan diepere oogkast of zo. Ik weet niet wat het is. Want bij mij past het ook echt zo, kijk, zo tussen. Ja, het is raar dat het daar zo tussen past. Ja. Schat, vertel nog eens het verhaaltje wat hier een keer gebeurde. Oh ja. Nou, je betaalt dus eerst en dan gaat er een kruis open. En dat mag je niet zo kiezen, het nummer. Zij waren aan het betalen, toen ging er een kruis open, toen deed iemand anders spullen erin en die deed hem dicht. Ja. Heel dus raar. Dus hij probeerde haar uit te leggen, want hij sprak geen Nederlands en geen Engels, volgens mij. Een beetje half. Hij probeerde haar uit te leggen van dat het niet zo niet werkt, dat hij nu ons kruis heeft, dat hij er nooit meer in komt anders. Ja. En toen ging hij ons geld geven, toen was het ook wel 10 euro, volgens mij. Ja. Nee. Hij gaf ons 10 euro ja. Voor 8. Voor de moeite. Ja. Ja. En toen hebben we weer een nieuwe kruis en, geholpen, maar dat was echt apart. Ja, dat was heel apart, ja. En ga je buikje vol eten met chocola? Dat kan wel, ja. Wat ik niet snap, je hebt toch gezegd... Dat er chocola te proeven was. We hebben te vroeg gesproken. Kijk, allemaal chocola. Vond je ervan? Ja, erg leuk. Wel het laatste, hè? Dat proeven was echt geweldig. Ja, dat laatste is echt geweldig. Maar dan proef je wel verschil tussen goede chocola en slechte chocola. Nou, absoluut. Volle smaken en zo. Het is echt... Ik vond het heel leuk om te zien. Alleen een beetje druk, wat jij ook al zei. Ja, je moest echt een beetje dringen voor je plek. Ja, helaas wel. Een beetje irritant, maar goed. Maar ja, goed. En er was één vrouw die alleen maar flitsfoto's aan het maken was. Dat vind ik met zo irritant. Ja, er was allemaal foto's aan het maken van videobeelden met een flitser. Ja, dat is bizar. Gaan we nog wat doen? Of wil je naar richting huis? We gaan sowieso nog wat doen, toch? Pas om ja, kunnen ook eentje. We kunnen ook om 12:45 de trein kan. Nou, dat is leuk, hè? Voor een rijlesvideootje aankomen. Ja. Eerste klas en dan nergens kunnen zo zitten. Zo zat.
Ja, ik ben net ook zat. Het slaat nergens op. Altijd. Ja, die NS die doet gewoon veel te weinig trein neerzetten. En veel te weinig stellen. De hele eerste klas zit gewoon helemaal vol. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Zo erg.